Waar staat allemaal klok aan het afgelopen nummer 77? Waagstem met 111. En de speaker hier, Harm Wolwijk, dat zijn twee bekenden. We kennen elkaar goed. En Harm Wolwijk is natuurlijk al heel snel weg met nummer 111. Nou, het met de gele bolide. Kom op, jongen. Snel voor het eerst mee. Ze zijn gelukkig allemaal heel ziek aan het doorkomen. We hopen dat ze door deze bocht ook goed komen. Maar hij ligt nog vooraan hoor. Met nummer 111, Harm Wolwijk, heeft hij dadelijk in als tweede. Met 185, helemaal van de berg uit Kamerwolde. Niet meer bij ons. Eerst tweede lucht en niet als de eerste plaats gaan hoor. Peter Rijntje ligt op de vierde plaats, achter Lammert. Achter Lammert klopt met nummer 77. Ik denk wel dat Peter die voorbij gaat. Hij gaat het dadelijk met de poging doen. Oh, daar voorin. Op plaats 1 en 2, mooie strijd. Kijk, Peter Raaks is er voorbij, die is op de derde plaats. Maar hier vooraan met nummer 111. Jan Wolwijk, of Arm Wolwijk eigenlijk. Arm Wolwijk is er natuurlijk wel, maar steeds op plaats 1. Hij gaat dat niet redden, denk ik. Hij gaat het, ja, hij komt er toch met dit voorbij, hoor. Achter op de baan. Achter op de baan, dan gaan ze toch echt naar heel hard, hè. Gaan ze echt heel hard. En dan komt hij toch dichterbij. Jongen van de Burg, gaan we door. Hij gaat het toch proberen. Kijk, hij zit er nu weer achter. Maar hij verliest tijd en snelheid in de chicane. Daar verliest hij het gewaar. Hij zit er nu achter dichtbij, hoor. Hij wil toch echt nummer 1 worden in deze marge. Nogmaals, het is heel belangrijk wat je gaat doen in deze drie marges. Of je 1, 2 of 3 wordt. Dat het beslist waar je staat in de finale plaats. En Peter Rijks, die ligt nu gewoon neer, die rijdt zijn rondjes. Daarachter met nummer 97, Wim Keizer uit Wildervang. Vervolgd door Lambert Dorf met 77. Hierachter met nummer 70 ook nog. En hij probeert het wel, Jelle van der Berg gaan we horen. Hij probeert gewoon voorbij te komen. Hoewel het gaat lukken in deze maas. Misschien straks in de derde maas in zelfstelling er anders. Dat maakt toch echt verschil uit bij de specials waar je staat in de startopstelling. Nog twee ronden gaan we rijden. Hier met nummer 97 nu over de startfinish, Ben Keizer. Uit Wildervank, ja, ziet niet alleen maar meer Buffalo en dadelijk in een omgeving waar hij rijdt en iedereen met een handel. Maar ze komen inmiddels overal vandaan. Over de kop gevlogen. De hele vogel komen, ik hoop dat hij straks in de derde maand zo weer mee kan doen.